Naar verwachting is dat de kavels die nu uitgegeven zijn, er zijn er 14 uitgegeven aan de zelfbouwers, dat die eind van het jaar kunnen starten met de bouwwerkzaamheden. Kijk, en in welk tempo ze dan zelf hun bouw realiseren, daar kan ik natuurlijk nu niks van zeggen. Maar de verwachting is dat hier een jaar daarop wel ook gewoon de mensen wonen. Hè? Maandag 17 juni werd er begonnen met het bouwrijp maken van het plan De Berken in Milhezen. Het projectgebied was vroeger een akker met grote hoogteverschillen. En dat was te zien aan de kronkelingen in de kavels en de zuidelijke weg. Maar het heeft lang geduurd voor het project in werking heeft gezet kunnen worden. Ja, klopt. Dit heeft best wel een tijdje nodig gehad om uiteindelijk hier vandaag te staan. Met de start van de bouw rijp maken. Om tot zoiets te komen heb je qua planvorming ben je afhankelijk ook van bijvoorbeeld de provincie om medewerking te verlenen. Dat heeft helaas echt wel lang geduurd, maar blij dat we vandaag zover zijn. Wat gaat er gebouwd worden op de Berken in Milhezen? Uiteindelijk zullen hier maximaal 32 woningen komen. Een groot deel daarvan is zelfbouw. Maar ook Goed Wonen gaat hier een aantal woningen realiseren, 8 stuks. En we hebben ook plek voor een CPO-project. Waarin 4 jonge starters de handen ineens slaan om samen een woning te gaan bouwen. Dan is dit toch zeker wel met gejuich ontvangen in Milhezen. Jazeker, maar dan zie je wel weer dat de behoefte ontzettend groot is. Dus ook aan ons als college de opdracht om snel weer een volgend plan voor Milhezen klaar te kunnen leggen. Wordt het dan een wijk waar een wadi in wordt gevestigd? Ja, klopt. Dit wordt, we staan hier ook op een historisch zandpad. Ook dat soort elementen komt ook gewoon terug in het plan. Dus het wordt hier dadelijk gewoon een mooi groen nieuw bouwplan in Milhezen.